superkoele mensen van Dutch Gaming. Ik ben Remco. Voor de mensen die het nog steeds niet weten, van ik zeg eigenlijk maar mijn naam eigenlijk helemaal nooit, maar ik weet ook niet waarom ik dit keer wel zei, maar lekker belangrijk. Ik ben Remco en we gaan weer lekker door met Grand Theft GTA 5. Ik moet echt stoppen met Grand Theft Auto's zeggen. Echt, ik moet er gewoon mee stoppen. Klaar. We gaan even door met het hoofdstuk waar we gebleven zijn van Lester. Dus mensen die het dan niet wisten, we hebben een koud telefoontje van Lester. We zijn Lester aan het bellen. Michael is Lester aan het bellen, laten we zeggen. En we gaan hem nu opsporen. Weet ik veel, iets doen. Ik weet nog niet. Dus laten we doorgaan. Even for a dead man, Michael. Michael. You don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Maria Heights. Oh, echt waar? Whoa, wait. Hey, how do you... Hello? Lester is echt de bitch. Let's go. Some is gonna play by level. Okay. Thank you, come again. Pak die fucking auto, bitch. Dat wil ik weten, waar gaan we naartoe? Wat zullen we gaan doen? Ik denk het toch wel gewoon rechtstreeks doorgaan naar Lester. Oh shit, sorry! Ja, godverdamme, zit er nigga blad aan mijn auto. Wat serieus. Wie de fuck is dat? Doc, hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc, you know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Yeah, okay. Sure, thank you'll come accommodate again. Me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Links, rechts, ja, deze. Oké, okay. We kunnen dus nu ook naar de dokter. Dat is ik een dokter. Dokter is Davan. Van Call of Duty Black Ops. Don't be afraid. Be afraid of the doctor. Ja, afslagen is lekker belangrijk. Auto. Wee. Oké, we doen dat gewoon zo. Auto is deze auto is gewoon pure luxe. Jammer. I don't like this car. Ik ook niet. Ik hou ook niet van deze auto. Nou ja, je doet er niks aan, hè. Eens even kijken wat de les van ons hebben. Ik wil dit dus even lekker snel doorgaan. Dus. Eigenlijk skip er altijd deze dingetjes altijd dus uit, maar oké. Okay. Wee! Snap! Leave! Somebody help me! Moet dat? Nee! We gaan niemand helpen. Dat is slecht voor je image. Lester, echt serieus hier? Ik dacht dat hij in een junkie plek werkt. Gewoon. Walking like a boss. Hallo! Klop, klop. Hallo. Lester, you gonna let me in or what? Give me a minute. Wow. What the I was wondering fuck? When you show up. Man cave! Oh nee, nerd cave. Guess you weren't very dead. You need my help. Yep. How do you know? Because you came here. Why else would you? Het kan lopen. I've been a good friend for you, Lester. I know that. Mm-hmm. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Yeah. Or rather, I mean, I need something done. You need to know something, so why not help each other? Yeah. I gotta make some dough. Pyramide. You're back in the game? I guess. Look, Lester. About what happened before. Maar mensen, doe alvast even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dit dan eventjes heel snel. Anywhere. Check ook natuurlijk even de andere bro's uit. De Cobra. Even kijken en even snel zoeken. That instead of gently decomposing in North check natuurlijk ook Cobra NL even uit. Boris de Goede. En natuurlijk Zombie Squad Alpha. Dat zijn ook natuurlijk bij goede bro's. Die link zal ik ook natuurlijk even beneden in de beschrijving achterlaten. Check hun natuurlijk ook eventjes uit. Hun maken ook geweldige video's. Phony fuck. Who? Jay Norris? Yes.
That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. Wow. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. Dirt. What the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here. Mikey? Take this, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag. And dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Wow. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? Wow. I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Je moet heb je last van Astro. Wow. Oh. Echt serieus. Please excuse me. I've got something shameful to do. Masturberen. La da da. We hebben deze junky auto alweer. En daar gaan we. Rappapadalatatara. Okay. Misschien moet ik jullie ook eens een keertje iets laten zien. Gewoon natuurlijk van mijn online sessies. Als hoe ik daar aan het rijden ben. Nou mensen, dat is nog 10 keer beter. Maar daar ben ik ook één met de auto. Ik ken mijn auto. Als je je auto kent, dan kun je ook al zijn trucjes. Die je allemaal uit kan halen. Die je niet uit kan halen. Hoe je een bocht wel kan nemen. Hoe je een bocht niet kan nemen. En hier wist je eigenlijk elke keer van auto. Dus is het eigenlijk moeilijk om altijd alle auto's te beheersen. De ene kan wel super goed rijden in super muscle cars, sportcars en ja, racewagens. Ik ben eigenlijk beter met de gepantserde auto. Dat is echt mijn dingetje. Ik kan ook nog overgaan met de Sabre Turbo. Is ook een van mijn kindjes. Oh, zie wat is. What is this bullshit? Niet geüpgrade nog, maar nou, lichtelijk geüpgrade. Hij heeft wat andere kleurtjes en ja. Oké, maar jullie snappen het punt van sommige auto's kan je wel beter rijden. Sommige auto's kan je totaal gewoon niet rijden. En ik rij momenteel in echt auto's die ik niet totaal niet kan besturen. Of wel bestuurbaar zijn, maar ik vind het gewoon te leuk om ze naar de crap te helpen. Zoals allemaal deze auto's gewoon. Wee! Backspin. Oh mijn god. Voor goed geluk! La 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 la. Echt serieus mensen. Mensen. Stoor mij eens een keer niet. Bam. Zo, netjes geparkeerd vind ik. Oh. Serious. Ik heb een probleem. En ik heb nog niet eens wat gedaan. Dat vind ik nog het allerergste van alles. Ik heb helemaal niks gedaan nog. Wat? Hoe ver kunnen ze op het spoor zijn? Fuck, kom op, kom op, kom op, kom op, omhoog, 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 omhoog. Dag, zullen ze nooit kijken. Ben ik bang voor, gelukkig. Althans, ik zou nooit op het dak kijken. Bonsaiboompje! Hallo, meneer de agent. Alles goed met u? Met mij wel. Excuse me! I got this interview with this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh?
That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced, same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? Wow. What about a vest and some cargo shorts? Nee, ik moet een pak. Gewoon een pak, de tering. Ik ga wel voor dit. Wauw. Oké. Dan dat maar. Yup, that's as youthful as you're gonna get. Boepa. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Yeah. Mag je nou je bek houden, vuile kut hoor? Echt, ik ga het toch voor een gewoon fucking pakje of zo. Schaffer! Kom hier, homeless. Jij bent gewoon een fucking hoer. Michael? I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. Dat was gewoon een pimp, jongen. Just gonna let me in? Pimp killer. Why wouldn't they if you look the part? Nou, niet. Ik ben overnacht. Ik ben in de nacht een pimp killer. Daar ben ik gewoon een man met een baan. Nou ja. De pimp killer kent geen daar. Geen tijd. Moet ik eigenlijk niet zo wat verzoenlijke auto hebben eigenlijk? Knipoog. Voor een jobinterview ben ik best wel goed aan een mooie auto. Echt, alle ramen zijn kapot behalve deze. Oh, genius! Zou mijn borst wezen als je hem net hebt gemaakt? Deze auto komt net uit de garage. Komt net uit de wasstraat, jongen. Dan kijk eens wat de wasstraat hebben gedaan. Het zit geen krasje op. Ja, seriously. Ik kom voor een job interviewed. Life Invader. Oh, daar heb ik van gehoord. In de multiplayer. Niet in real life. Nog. Hey. Gelukkig. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we're maxed. I mean, if anything, we have to strip features. Especially if we plan on releasing a fully priced update. Blah blah blah. Oh my. Waarom zo veel oude hoer? Echt een tering. I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight. Okay, now you must be serious, right? You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so. Wait a minute. Do I know you? Nay. Yeah, I think so. I IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. Ik moet even alle mensen wat doen. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Nope. Oh, fuck. Ik ben met andere dingen bezig ook nog. Da-da-da-da, ik ben een trapje. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Spelletjes! I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Keep it calm and carry on chairing. Dit! Oh my god, dat is geweldig. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Oh, wow. Ah, you've been added on this PC. Okay. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Wow. Okay, yeah, that's not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes?
Start them early, bro. You write your best stuff in your tweens. Scanning. Okay. You want a massage? Because my hands are free. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Yeah. Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Yeah, he's a lunatic. You should be lean, dude. Okay, it's an all lunatics here. Okay, Lester gebeld zo natuurlijk. Oh, nice. Hij is wel heel goed in zijn werk. Exit the lapel ding. Work hard, play hard. Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Blah, 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 blah. Bye. Oh, nee. Kan ik gewoon de lift nemen? Foot bang, dig fast. Ow. Nee. Come on, you're gonna have to learn the foot bag if you want to get a job here, okay? Follow me. Okay. You need to learn the foot bag. Oh. Yeah, right. How's your air guitar? Some a-hole drank my effing hemp milk! There was a totally non-passive-aggressive note on it! Ik heb geen idee. Oh, dat klopt toch goed. Nice. Yoga-zone. Invader-zone. Wauw. Totale netjobs allemaal hier. Oké, okay, eens even kijken. We nemen eens even een andere ride. Hey, Michael. Hold on. Okay. Doomed! I doomed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Wow, I spilled all Call of Duty. Did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry. Phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Tuurlijk. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Okay. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Oh my god, you guys are so lame! Out. No! I'm watching Fame of Shame! Oh, Jesus Christus. Iemand heeft agressieproblemen. Mime's on fire. Woo! What a talent! I have never... Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jane... Oh, kijk. Rust heb ook meteen goed naar het nieuws. Hi. Alles goed? This company has come a long way since we started it in my parents' pool. Oh, wat gaat hij doen? Ik denk dat die telefoon op gaat blazen. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination. World domination. We zijn allemaal idioten. We zijn allemaal voor de vee. Private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. We have one of the youngest workforces in the world. Echt serieus. Ik hou van dit oude hoe, echt de tering. Ik moet niemand van doen. Wat uitvoeren. Ja, kom maar met die telefoon. Today, right here, we are about to make the next step. Mensen, abonneer je, volg ze ook even op Twitter, Twitch, Facebook. En links aan die beneden, allemaal in de beschrijving. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. Windows. A small, personal, computerized device. Dat is gewoon een mobiele telefoon, sorry. Docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home, and at the same time, you're docking with some kids at the public pool. Ew. Perfect.
we went to the guys at Fruit Computers. Wow. We told them we wanted to make our hardware as compatible as possible. Kom op, jezus man, ik word helemaal gek hier. Echt. Ik wil gewoon spelen. Ik kan dit ook skippen, maar... So we went and made it compatible. Dit is ook wel weer iets schijners. Now you can dock your Life Invader to an iPhone phone or any other device. Take all the data off it and reformat it into Life Invader friendly information. Ja, zodat jullie meer kunnen stalken, net als Google. Komt er nog wat van? At around this point in my presentation, there was meant to be a call from my product team to introduce the device. But we're experiencing some technical difficulties. I hate to keep you waiting any longer, but trust me, it's worth it. And don't worry, I will fire several people. Huh? What? Kijk. Hallo. Oh. Oh, Jesus. Whoa. Dat was geniaal, mensen. Mensen, abonneer eens even op Dutch Gaming Vols op Twitter, Twitch en op Facebook. Links staat hier beneden in de beschrijving. En ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Geef zo deze video even een blauw duimpje. Laat me achter in de comments wat jullie hiervan vonden. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Keep it real, keep it Dutch. En ik zie jullie laters. Nou, dit soort kort telefoongesprekje. Lester, that was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, absolutely. Mm-hmm. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying cool. to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. En dat was het, mensen. Laters.